Hallo iedereen. In deze video gaan we twee oefeningen maken. Eén oefening op R en een tweede oefening op het bijvoeglijk naamwoord, oftewel het adjectief. De eerste oefening heeft 6 zinnen. Vervang het onderstreepte door één of andere woorden. Let op de zinsbouw. Dus deze zijn allemaal onderstreept of onderlijnd. En dat moet je dus vervangen door iets anders. En ja, meestal gebruiken we daar R voor. R. De verschrikkelijke R in het Nederlands, in het Vlaams. R, R, R. Oké, laten we gaan. Zin 1. Ik hou niet van lezen. Hoe zou je deze zin kunnen zeggen met R erin? Ik hou niet van lezen. Dus je vervangt van lezen, of eigenlijk vervang je lezen. En van wordt een deel van jou, van R, dat wordt samen één woord. Ik hou er niet van. Het wordt één woord, ervan. Maar doordat we een ontkenning hebben, niet, gaan we het woord opsplitsen en komt niet ertussen. Dus, ik hou er niet van. Ik hou er niet van. Zin nummer 2. Zij was blij met het cadeau. Zij was, en dan komt er na jouw werkwoord. Zij was er blij mee. Let op, met verandert in mee. Met mee. Zij was er blij mee. Nummer 3. Hij heeft samen met zijn vriend in het park gewandeld. Hij heeft er samen mee in het park gewandeld. Hij heeft er samen mee in het park gewandeld. Hij heeft er samen mee in het park gewandeld. Nummer 4. Hij gaat met zijn fiets naar school. Hij gaat er mee naar school. Hij gaat er mee naar school. En hier is er mee één woord. We plakken de woorden er en mee aan elkaar. Er mee, één woord. Hij gaat er mee naar school. Nummer 5. Zij praten nooit over politiek. Zij praten er nooit over. Zij praten er nooit over. Nummer 6. Ik neem het boek uit de kast. Ik neem het boek eruit. Eruit is ook één woord. We plakken er en uit aan elkaar. Tot één woord. Eruit. Ik neem het boek eruit. Ik neem het boek eruit. De tweede oefening is een oefening op het bijvoeglijk naamwoord. Schrijven we die met of zonder e. En de e op het einde van een woord wordt altijd uitgesproken als e. Het is heel belangrijk dat je die uitspreekt. Want als je ze niet uitspreekt, dan klinkt het hetzelfde als zonder e. Dus daarom heel belangrijk, als er een e staat op het einde van een woord, spreek die altijd uit. Duidelijk, als e. Bijvoorbeeld klein, kleine. Groot, grote. Oké, we gaan de oefening proberen. We hebben 7 zinnen.
De auto staat in de straat. En tussen haakjes hebben we rood, maar dat moet voor auto staan. Dus rood moet hier staan, hier. Niet hier, hier. En is het nu rood of rode? De rode auto staat in de straat. Rode. 2. De man wandelt op straat. Grappig. Grappig. Zo, de grappige man wandelt op straat. De grappige man wandelt op straat. 3. Het meisje wandelt op straat. Mooi. Is het mooi of mooie? Het mooie meisje wandelt op straat. Het mooie meisje wandelt op straat. 4. Ik rij door de straat lang. Ik rij door de lang of lange straat. 5. De ring ligt op straat. Nieuw. Nieuw of nieuwe? De nieuwe ring ligt op straat. Nieuwe. De jongen rent door de straat. Leuk. De leuke jongen rent door de straat. Leuke. En dan de laatste zin, nummer 7. De bloemen groeien in het park. Mooi. De mooi of mooie? De mooie bloemen groeien in het park. Mooie. Ik zal ze nog allemaal even lezen van de tweede oefening. De rode auto staat in de straat. De grappige man wandelt op straat. Het mooie meisje wandelt op straat. Ik rijd door de lange straat. De nieuwe ring ligt op straat. De leuke jongen rent door de straat. De mooie bloemen groeien in het park. Je zal misschien opgemerkt hebben dat het meestal plus e is. Dus grappige, mooie, lange, rode. Eigenlijk, als ik het zo bekijk, rode, grappige, het is allemaal plus e. Het heeft er niets mee te maken of het nu mannelijk of vrouwelijk is. Maar het hangt af van het lidwoord, maar bij de en het, dat zijn onze bepaalde lidwoorden, hebben we allebei grappige en mooie. Dus allebei plus e. Dus we hebben een volgende stap die we moeten bekijken. We hebben ook het lidwoord een, onbepaald lidwoord. Als het eigenlijke lidwoord het is, maar we gebruiken het onbepaald, dan is het een mooi meisje. Bij de blijft het altijd plus e. Bijvoorbeeld de grappige man, een grappige man. Het mooie meisje, een mooi meisje. Zo een het woord gebruikt in de onbepaalde vorm, dus met een als lidwoord of zonder lidwoord, daar hebben we geen extra e. In alle andere gevallen voegen wij een e toe bij het bijvoeglijk naamwoord.
Als jullie hier meer willen over weten, laat het me weten in de comments hieronder. Willen jullie graag dat ik een video maak over de grammatica, over de adjectieven met of zonder e, laat het me weten, dan maak ik een video voor jullie. Dit kanaal, deze lessen zijn helemaal gratis en die zijn er voor jullie om jullie Nederlands of Vlaams te leren. Hebben jullie nog geen abonnement op mijn kanaal? Doe het dan eventjes, abonneer, druk op dat knopje hieronder en kost helemaal niks. En geef mij een duimpje als je de video leuk vindt en laat me weten wat jullie meer willen zien, wat jullie willen leren. Bedankt voor het kijken, bedankt voor jullie aandacht en graag tot in mijn volgende video.